De overheidssalarissen voor de maand juli zijn voor een groot deel al opgehoest door de regering. Zo verzekerde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren na de eerste raad van ministersvergadering. Ook het vakantiegeld dat deze maand uitbetaald moet worden is volgens hem vrijwel zeker in orde. De bewindsman bracht met deze mededeling duidelijkheid in de onzekerheid die er was ontstaan over de uitbetaling van overheidssalarissen. Ramdien zegt dat de regering nu al ernaar streeft de arbeidsbeloning van augustus en september veilig te stellen. Naast het feit dat we dus doende zijn om de noodzakelijke middelen voor juli, augustus, september zeker te stellen. En daarvoor worden gesprekken gevoerd met het lokale bankwezen, maar ook de centrale bank kijkt naar de middelen die er zijn. Er is goede vooruitgang geboekt wat betreft juli reeds, dus ik verwacht niet echt problemen wat betreft de maand juli. U weet, we hebben een lege kas over mogen nemen, maar we zijn happy dat we juni hebben kunnen faciliteren. Hoewel deze regering niet aan de macht was, maar hoogte van het algemeen belang. Ramdien zegt verder dat de 50% loonsverhoging die de vorige regering is overeengekomen met de CLO voorlopig wordt aangehouden. De resolutie is op de valreep getekend door ex-president Desi Bouterse, maar nog niet gepubliceerd in het Staatsblad, waardoor het nog geen rechtskracht heeft. Minister Ramdien zegt dat president Chandrika Prasad Santokhi na overleg met de vakbeweging een besluit hierover zal nemen. Ten aanzien van de uitkering, de 50%, daar zal ook overleg met CLO over zijn. Omtrent op welke wijze daar uitvoering aan te geven. Dank u wel. Kunnen we dan vaststellen dat voor jullie de ambtenaren zich zouden moeten krijgen in de vakantiegeld? Het is zeker de bedoeling dat we op de gebruikelijke tijden gelden overmaken naar de ambtenaren. Aldus minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken gisteren tijdens de persconferentie. Hij verzekert dat de overheidssalarissen worden uitbetaald.